Kent jij Venus chocoleren? Ja! We hebben een aanval voor Bidoo! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Shield Baby Only Challenge. Ik zie best veel reacties van jullie die willen dat ik een bepaalde Pokémon erin doe, maar we mogen alleen maar baby Pokémon gebruiken. En dat zijn deze. Pichu, Cleffa, Iglybuff, Togepi, Tyroke, Smoochum, Elekid, Magby, Azurill, Wynot, Bidoo, Chinglin, Bonsly, Mime Jr., Happini, Munchlax, Riolu, Mantyke en Toxel. Dus dan maar gelijk de vraag van de dag. Wie is de allerslechtste baby Pokémon? Zoals je ziet ben ik al in Hammerlock City. En dit zijn de Pokémon en de levels dat ze nu op zijn. Ik heb gewoon een stukje geskipt, want dit is allemaal verhaal. En jullie hebben dat al 7 keer op mijn kanaal gezien. Dus ik loop nu Hammerlock City uit. En dan gaan we battelen. Als we hier de brug overlopen richting de gym van B, volgens mij, in Pokémon Shield. Of is het Alistair? Zou ook Alistair kunnen zijn. Volgens mij is het Alistair. Anyway, deze Silicobra zit zoals altijd gewoon lekker te chillen hier zo. En Team Yell wil hem beschermen. En die vindt mij stom. En die vindt het omaatje lief. En omaatje mag doorlopen en ik niet. En dan ga ik ze maar even een poepie laten ruiken. Samen met Hoppy de Poppy. Of is het zonder Hoppy de Poppy? Het is zonder Hoppy de Poppy. En ik moet tegen Stunky. Lekkere stink-Pokémon. Deze zit gewoon de hele tijd lekker scheetjes te laten, jongen. Vieze Stunky. Funky doet feint. Dat is not very effective. Of in ieder geval, het is nou ja, niet super effective. Het is gewoon normal effective. Mijn Rock Smash is ook niet super effective. Omdat hij natuurlijk half poison type is. Dus ja, oké, okay, dit gaat wel lekker. Hij doet Bite. En Bite kan best wel irritant zijn. Maar mijn Riolu is wel in vorm, jongen. Mijn Riolu is level 32. Let's go. Stunky down. Hoppy de Pompy. Aftermath doet hij nog. Dat doet mij pijn. Dat is best wel een goede ability, Aftermath. Maar hij krijgt me er niet kapot mee. En Munchlax die gaat naar level 30. Zijn snelheid is nog steeds dramatisch met 22. Maar zijn attack en zijn special defense, die zijn aan. Dan nu, Linoon. En dat moet ook een prooi worden voor Riolu. Alleen Linoontje is wel sneller. Die doet Night Slash. It's not very effective. En dit is super effective op Linoon. En een one-hit KO. Lekker, man. Ja, Riolu. Oh, tegen al die Dark-types in deze game is zo fijn. En hij gaat ook naar level 33. Zijn snelheid is wel goed. En zijn attack is een hele goede stat. Dus dat is nice voor een Riolu. Ik heb Riolu trouwens een Muscle Band gegeven. Wat inhoudt dat zijn attacks iets sterker zijn. En ja, al mijn Pokémon willen nu een beetje gaan evalueren. Dus ik moet nu continu op B gaan drukken. Of ze een Everstone geven. Maar die heb ik nog niet. Dus ja, het wordt gewoon lekker B-drukken. Want ze mogen natuurlijk niet evalueren. Nou, de volgende battle. Mevrouwtje wil ook nog even stoer doen tegen mij. Die komt met Leopard. Leopard is sneller. Die begint met Fake Out. Ja, lekker dan. Dan kan ik weer niks doen. Oh, dan kan ik wel wat doen. Dan kan ik hem one-hitten. Ik kan hem niet one-hitten. Doe maar even een super potiontje. Dan kan Riolu lekker blijven battelen. Want dat gaat best wel lekker met deze guy. Oeh, Sand Attack. Dat vind ik wel minder. Want dat is altijd heel vervelend. Best kans dat ik hem nou niet ga raken met Rock Smash. Ja, ik ga hem wel raken met Rock Smash. Oké, bye-bye, Leopard. Doei. En daarmee gaat Bidoo naar level 33. Ik hoop nog steeds dat ik een goede TM ga vinden voor Bidoo. Want het is een beetje een zielig Pokémon op dit moment. Wegwezen, Team Yell. Opzouten. Laat me erdoor. Doei, Silicobra. Mazzel. Kruip lekker verder. Daag. Oh ja, en dan komen we Opaletje tegen natuurlijk. Ik denk dat Opal ook nog wel een aardig klusje gaat worden. Dat wordt nog wel moeilijk hoor, Opal. Ik ben benieuwd. Als iemand trouwens een tip heeft over waar ik goede TM's kon krijgen voor Bidoo, laat het mij even weten. Want ja, die moet wel even nog beter worden. Die is nu bijna niet bruikbaar, want die kent alleen maar Absorb. Clefairy! Daar heb ik natuurlijk Metal Claw, wat super effective is tegen Fairy-type Pokémon. Dus dit zou mijn redding moeten kunnen zijn straks tegen Opal. Gewoon de hele tijd Metal Claw, Metal Claw. En dan hopen dat ik niet te veel gesmacked word met de Smackdown. Nou, het doet toch helemaal geen damage, by the way. Dus nou, laat ze maar lekker smacken met de Smackdown. Want normaal gesproken doen Fairy Types dat niet. Maar hij deed natuurlijk Metronome. Althans, zij deed Metronome. Want het was een vrouwtjes Clefairy. Ah, lekker bezig, Riolu. Magby gaat naar level 33. Munchlax level 30. Mantyke level 31. En voor de rest is iedereen al level 33. Ja, kijk, en nu gaan we zien wat er gaat gebeuren. Dit is een Clefable. Dus dit is serieus. Dit is lastig. Dit wordt moeilijk. Kijk maar, Metal Claw. 1/3 eraf, denk ik. Misschien net nog geen 1/3. Misschien hebben we net 4 klappen nodig. En die Metronomes, die zijn altijd heel vervelend. Wat is Shore Up? Wat is dat? Dat ken ik helemaal niet. Wat is dat voor een move? Oh, dan gaat hij zichzelf healen. Oh, en dan gaat hij zichzelf flink healen. Deze trainer die is volledig van het random. Die wil gewoon alleen maar Metronome gebruiken. Die weet totaal niet wat er gebeurt. Die zegt gewoon tegen zijn Clefable: ah, zoek jij het anders even lekker uit.
Ice Punch. Die denkt van, ik heb geen zin om na te denken. Je doet gewoon maar de hele tijd Metronome. En we zien wel wat er gebeurt tijdens deze battle. Want Metronome is elke keer dus een andere move. Het is best wel grappig om te gebruiken. Alleen ja, je hebt totaal geen controle over wat er gebeurt. Nu doet hij Magma Storm. Die is volgens mij echt knijtersterk. Ja, man. Die is knijtersterk. Die is niet eens super effective. Maar volgens mij is dat echt een 120 HP move. Of 120 punten move of zo. Nou, bedankt. Dan ga ik maar weer retaliaten met Munchlax. Jeetje, man. Je bent ook nog sneller dan mijn Munchlax natuurlijk. Want ja, die heeft maar 20 op snelheid. X is er dan ook best wel een goede bug-type move. Maar mijn defense is gewoon hartstikke goed. Kom maar. Hatsiki day. De mooiste move in de game, jongen. Dat is echt een hele vette animatie, die van Retaliate. En Clefable is ook weg. Duo battle. Let's go. Interessant. En dan ben ik best wel benieuwd hoe Magby en Elekid het kunnen gaan doen tegen deze twee. Ik ben benieuwd of Togetic al een flying type is. Dat zou wel even lekker zijn, want dan kan ik gaan punchen. En Lava Plume. Oh, dat gaat Elekid ook raken. Ik ga het toch maar proberen. Ik heb best kans dat Magby nu Elekid gaat slopen. Bijna. Dan Lava Plume. Ik ben sneller. Maar ik denk dat ik ze misschien allebei wel kapot maak. Ja, lekker. Dit was een goed risicootje. Kijk eens. Één beurt en ik heb allebei hun Pokémon overslagen. Nice. Elekid heb ik ook heel hard geraakt. Maar goed. Maakt niet uit. We hebben gewonnen. Kijk eens. Ze krijgen allebei meer dan 2000 punten XP. Dus dat is hartstikke lekker. Kijk. Nice. Ja, deze twee Pokémon kennen al echt goede aanvallen. Elekid en Magby zijn echt nice. Ik denk dat dat wel een beetje de sterkste zijn, hoor. Op dit moment. In ieder geval qua aanvallen wel. Zij kennen wel echt de beste aanvallen. Beter dan Bidoo. Ik heb hier TM15 gevonden. Dik. Ik weet niet of iemand van mij dat kan leren. Riolu zou die kunnen leren. Dat is op zich wel interessant. Bijvoorbeeld in plaats van Quick Attack of zo. Weet je wat? Ik leer hem gewoon. Maakt niet uit. We gaan het wel zien. Ik kan hem altijd nog weghalen. Hallo, mevrouw de trainster. Zij wil heel graag de gym challengen. Eens even kijken, want je kan dan, Diana. Oeh, je hebt Salk. Oké. Nu moet ik... Ik moet wel even gaan chillen nu. Ik heb wel Wing Attack. Die is super effectief tegen fighting. Hij doet een low sweep. Ja, het is not very effective. Maar wel een critical hit en doet toch ook wel pijn. En mijn snelheid is nog verder naar beneden. Eens even kijken wat Wing Attack doet. 1/3 eraf. Oh, en ik heb de Shell Bell gegeven aan Mantyke. Dus ik krijg elke keer een klein beetje HP terug. Dan gaat hij nu voor Double Kick. Ja, dat moet niet zo heel veel pijn doen, toch? Dat moet ik kunnen overleven. Alleen, ik weet niet of ik nog een aanval van hem ga overleven. Kom op, Mantyke. Ik krijg maar 3 HP terug. Dat is niet heel veel. Hij doet een low sweep. Ik denk dat dat genoeg is om mijn Mantyke te slopen. Nee, net niet. Lekker, Mantyke. Je wint het gewoon van een Salk. Ah, ik begin vertrouwen te krijgen in dit babyteam, hoor. Ik weet niet. Maar als jij ook vertrouwen begint te krijgen in het babyteam, doe een duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren. Want het is gewoon een keileuke serie, al zeg ik het zelf. Bidoo en Elekid gaan beiden een leveltje omhoog. En dan hebben we Diane. En verslagen. De volgende trainster is Madel Nicola. Er staan hier nog een paar trainers op deze route. Nicola heeft een Skorupi. Maar ik heb Magby. En Magby heeft Lava Plume. En die gaat jou helemaal kapot maken. Kijk deze aanval, jongen. Zo lekker dit. Mantyke gaat naar level 32 en die wil Air Slash leren. En dat is best wel nice, want mijn special attack is veel beter dan mijn normale attack. Dus dit wordt echt zoveel beter dan Wing Attack. Ja, dit is top. Dit gaat echt de goede kant op, jongens, met al deze moves. Ze heeft ook nog een Poniard. Nou, dat is ook echt geen enkel probleem voor Magby. Dat hebben we net al gezien. Hij is ook nog eens lekker snel gewoon, joh. Beam! Nice! Doei! Dan lopen we nog even hier naar beneden, want ik weet dat hier ook nog een item ligt. En volgens mij ook nog een trainer. Even kijken. Hier is een trainer. En een wilde Maractus. Nou, die gaan we ook even snel verbranden. Oh, hij is wel gewoon sneller. Oké. Dat maakt allemaal niet uit. Hoppakee. In één keer weg. Oeh, 1500 XP. Dat is echt superveel voor één Pokémon. Ja, dat is wel chill. Ik heb ze natuurlijk allemaal geruild vanuit mijn Pokémon Sword game. En die XP die gaat wel echt hard, hoor. Dus even kijken. Waar lag het itempie? Hier lag het itempie. Steelwing. En die kan ik helaas aan niemand leren. Moeten wel even oppassen hier voor deze wilde Pokémon. Ik weet niet wat daar zit, maar... Oh, het maakt ook niet uit, want we moeten tegen deze trainster. Backpacker Ruth. Ja, en die gaat een troll gooien, ja. En dit zijn serieuze tegenstanders, jongens. Dit zijn hele serieuze tegenstanders. We zijn wel sneller. Lava Plume. Oh, die damaged hem gewoon voor meer dan de helft. En die burnt hem. Alleen, ik krijg nu wel heel veel pijn, want hij doet revenge. En... Oh, hij heeft mij bijna in één keer kapot gemaakt. Maar bijna is niet helemaal.
Dus dikke doei voor je throw. Mazzel. Kijk, weer twee Pokémon level omhoog. We kunnen lekker trainen hier. Munchlax wil Fling leren. Nou, dat gaan we niet doen. Dat vind ik een te rare move eigenlijk. En er staat er nog één trainertje voordat we de nieuwe stad ingaan richting de gym. En dat is deze Artifarty Boy. En dat is Duncan. En Duncan, die heeft Koffing. Oh ja. En deze ging self-destructen. Heel naar. Dit is echt heel vervelend voor een Nuzlocke challenge. Ik doe gewoon Defense Curl. Dan hoop ik dat ik sneller ben. Oh, hij gaat niet in één keer self-destructen. Hij doet eerst haze. Oké. Ja, ik doe dan nu Defense Curl. Dan verdedig ik mezelf gewoon tegen de self-destruct. Ga ik nu body slammen? Ga je helemaal niet self-destructen? Wat? Zit hij me zo gewoon te belazen? Hij doet altijd self-destruct. En nu opeens niet. Tuurlijk, jongen. Tuurlijk. Nu ga je opeens stoer doen. Met je rookgordijn. Jongen, hou eens op. Straks kan ik je helemaal niet meer raken. Body slam. Lekker. En hij is paralyzed. Nog lekkerder. Dat betekent dat ik nu sowieso sneller ben. Kan ik hem raken? Ik kan hem raken. Zonder self-destruct, jongen. Lekker. Doei, Koffing. Oh, nu Sudowoodo. Dan gaan we even naar Riolu. Rock smash. Ja, maar die heeft gewoon een goede defense. Dat is geen grap. De defense van Sudowoodo is best wel nice. Misschien is de defense van Bonsly ook wel nice. Misschien kunnen we Bidoo eigenlijk inruilen voor Bonsly of zo. Is dat een idee? Dat zouden we wel kunnen doen. Bidoo gebruiken we helemaal niet. Maar ja, als we dan gewoon een keer goede moves leren met Bidoo, dan is die wel heel nice. Tring, tring, daar kom ik. Hallo, nieuwe stad. Hallo, hoe gaat het met... Au. Ik kan al keihard tegen die paal aan. Ja, dit ziet er wel uit als een gezellig stadje altijd. Het is alsof het hier de good life is. En hier zien we inderdaad de gym van Alistair. Dus niet van Bee inderdaad. Want Bee zit natuurlijk in Pokémon Sword. Gaan we eventjes hier achter het huisje kijken. Want daar ligt een Duskstone. En dan gaan we naar binnen. Even mijn Pokémons healen. Ojo, Rick zei Pokémons. Het is helemaal geen Pokémons. Weet ik, maar ik vind het gewoon soms leuk klinken. Pokémons, gotta catch 'em all. Hallo, kunnen jullie mij een goede TM verkopen, of niet? Nee, helaas. En jij? Nee, ook niet. Oké, nou, bedankt voor de medewerking. Tot de volgende keer. Ik ga even hier mijn items oppakken in deze stad. Drie rare botten. Rare botten. Een Rocky helmet. Oh, kijk, dat is wel... Die moet je altijd hebben. Die is super chill. Die ga ik ook gelijk even aan iemand geven. En wie heeft er nog geen item? Magby en Elekid hebben nog geen item. Dat geef ik hem even aan. Elekid. Gaan we even de dak op klimmen, hoor. Don't try this at home. Nooit de dak op klimmen, jongens en meisjes. Het is levensgevaarlijk. Niet doen. Daar ligt ook nog een TM. Volgens mij was dit een beetje een waardeloze TM. Volgens mij had je niet zo heel veel aan deze TM. Fino Shock. Nou, dat valt toch wel mee. Maar die kan volgens mij ook niemand leren. Tenzij Bidoo die kan leren. Bidoo, kent jij Fino Shock leren? Ja! We hebben een aanval voor Bidoo. We hebben Fino Shock. Yes, Bidoo kan eindelijk iets gaan doen. Wat? Dat is fijn, zeg. Doe maar in plaats van Worry Seed. Tada! Fino Shock! Ik ga nooit meer zeggen dat een TM waardeloos is. Hè? Hebben we eindelijk een movie voor Bidoo? Dan hoeven we hem ook niet in te ruilen voor een Bonsly, jongens. Lekker. En Hoppy staat ons al op te wachten daar voor de gym van Alistair. Maar dat zijn dingen die we in de volgende aflevering gaan doen. Dan gaan we Hoppy en Alistair battelen. Dus doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag bijna Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!